Hey, vandaag laat ik mijn budget aanrader zien. En goede make-up hoeft niet altijd high-end zijn. En kan ook gewoon heel erg goedkoop zijn. En ik heb eigenlijk alleen maar goedkope make-up dingetjes. En dat laat ik gewoon vandaag zien wat ik gewoon echt aanraders vind. En gewoon echt hele goede budget product zijn. En ik bedoel dan echt om de 5 euro... Ja, zoiets 7 tot 5 euro. Want ja, dus laten we gewoon beginnen. Oké, als er een oogschuimbasis. Deze van Essence, de Isle of Stage Eyeshadow Base. En ik ga hier heel snel doorheen, want je weet wel tenslotte wel hoe goed ik dit ding vind. En dit is echt heel erg fijn. Het werkt heel erg goed. Tegen ja, je oogschaduw blijft langer zitten. En ik vind het heel erg goed, dus dit is echt een aanrader. Dan nog een mascara. Hier weet je ook al wat ik ervan vind. En dit is Essence Maxim Definition Volume Mascara. Dat is deze. En deze vind ik ook heel erg goed. Het is gewoon echt een aanrader. En ja, hij maakt je wimpers gewoon heel mooi. Geen spinnenpoten. Alleen als je bijna op is, dan maak ik hem nog even nieuw halen, want hij is bijna op zowat. Ik vind hem heel erg goed. Dus ik ga hem morgen even nieuw halen van deze. Want ik ga hem echt missen als hij op is. Dus ja, ik heb hier gewoon echt een nieuwe van nodig. Dus dat is die. En dan nog een lipstick van Catrice in nummer 140 Pinkerbell. En dit is echt een hele mooie ja, roze kleur. Zoals je ziet, hij komt niet echt mooi over op de camera. En hij is echt super mooi. Hij staat bij lichte huidskleuren, maar ook bij donkere huidskleuren. En ik vind bij mij altijd een beetje dat roze of een beetje heel donker bij mij een beetje flat staat, zeg maar. En deze ook heel erg donker. Ik zal hem even zwartje. Deze ook best wel donker. Maar ja, en ik heb hem dus niet heel vaak op, maar ik vind hem wel heel erg goed. En ja, hij is gewoon echt een hele goede aanrader. Dus ik zou deze echt zeker aan gaan raden. En dan nog een paletje van Essence All About Nudes. En trouwens ook nog ook de All About Candies. Ja, allebei heel goed. En ik laat dan eens deze zien. Deze heb ik helaas op de grond laten vallen. Heel erg slim, maar niet heus. En dat is deze kleurtjes. Er zitten een beetje pastelkleuren in. Ik vind wel dat deze weer wat gepigmenteerder kunnen zijn. Want ze zijn niet heel erg gepigmenteerd. En die mintgroene wel. Dus ik denk dat, dat ik deze meer moet gaan gebruiken. Want hij is wel een budget aanrader. Dus ik zou deze echt aanraden. En dan nog het Essence All About Nude Eyeshadow Palette. En deze bevat weer een nude tinten, zoals je ziet. Dus het zo ziet. En dat zijn dus deze tintjes. En ja. En dan een blush dan. En dat is deze van de Action. Deze ook heel goedkoop. Dit is wel een van mijn goedkoopste producten die ik laat zien in deze video. En dat is deze MAC Makeup Blush. En dit is nummer 032 Rosewood. En ik vind hem heel erg mooi. Het is gewoon echt een super roze tint. En als ik dus een, ja, gewoon een beetje een natural look heb, zeg maar. Doe ik deze blush heel vaak erbij pakken. En dan denk ik van, oké, die moet gewoon bij, weet je wel. En dat is dus deze blush. En ik hou van deze blush. En deze hoort je ook gewoon zeker bij. En dan nog de CC Cream van de Action. Deze is 1,40. Deze is trouwens 95 cent of zo. Heel goedkoop namelijk. En deze is 1,40 euro. Heel, heel goedkoop. En ja, en dit is nummer 40 trouwens. De lichte kleur. Maar ik ga hem ook even in medium halen. Omdat ik denk dat deze te licht wordt als ik in Turkije ben. En dit is nummer 5, dus SPF 15. Dus deze kan ook gewoon in de zon. Dus daarom vind ik deze ook heel erg fijn. Hij is gewoon heel erg budget. Dus dat is echt deze. Echt een aanrader. En dan een lipstick van Essence. Dat is deze. Ik heb nog ook een andere kleur. Dat is deze. Maar ik gebruik deze toch weer wat meer dan deze. Maar ik laat ze toch even allebei zien. En dit is nummer 08 Color Crush. En die gebruik ik best wel veel. Ik zal hem ook even opdoen. Als je dat ziet. En deze, kijk, je kan hem heel natuurlijk aanbrengen. Maar ook heel heftig. En ik doe eigenlijk altijd bij mijn onderlip een beetje aanbrengen. Want anders vind ik hem al een beetje te hard staan. Zeg maar.
En dan staat het een beetje te hard. Dat is deze. En dan heb ik ook nog deze. Dit is een Nuvia on the Catwalk. Dat is deze. En dat is deze roodachtige kleur. Ja. En ik zweet heel erg. Het is echt bloedheet. Ik heb het echt heel warm in mijn kamer. Dus zodat ik een beetje moe uit hier of zo. Dat is dus deze. Ik zal maar even een ander soort maken. Want deze zit bovenop het andere kleurtje wat ik net zwart sta. Dat is deze. En dan nog een lipstick. Heel veel lipsticks trouwens. Want ik ben echt een lipstickmeisje. Eigenlijk was ik eerst altijd best wel een lipglossmeisje. Maar eigenlijk pak ik meer lipstick dan lipgloss. Maar ik heb ook gewoon lipgloss. Dus ja, dat is dus deze van de Hema. Deze van de Hema is echt super budget. Volgens mij is die 2 euro of zo heel goedkoop. En dit is nummer 02. En dat is dus deze kleur. En dat is dus deze. En deze is ook heel erg mooi. Dus dat is zeker een budget aanrader. En dan nog een Mua Mosaic Blush. Dat is deze. Ook in een blush. Want ik ben echt een blush meisje, zeg maar. En ik heb dan best wel veel blush. Nou, niet heel erg veel. Maar ook niet heel erg weinig. Maar goed. En dat is deze. Bevat roze kleurtje. Licht roze. Een beetje paarsachtig. En hij lijkt in de doos best wel fel. Maar eigenlijk is hij niet zo heel erg fel. Dus als ik een hele heftige ooglook maak, dus zeg maar, maak ik niet heel erg veel. Dan pak ik liever deze dan deze van Action. Want deze is heel erg heftig en deze niet zo heel erg. Dus dat is zeker echt een aanrader. Deze 4 euro. En ja, sorry als ik niet de prijzen zeg, zeg maar. Omdat ik vergeet dat heel vaak. Dus, nou, dit was mijn video. En als ik weer wat budget aanraders heb, maak ik weer zo'n video. En ja. En het was mijn video van vandaag dus. En ik hoop dat je het dus leuk vond om te zien. En dan zie ik je op dinsdag weer. Doei doei!